Welkom. U kijkt weer naar een uitzending van TV Berghem. Vandaag te gast in de studio Mike Molle van Ons Welzijn. Mike, welkom. Zou je even kunnen vertellen wat jij bij Ons Welzijn doet? Ja, ik werk daar als sociaal werker. Ik zit daar voor een sociaal team Zuid. Daar hoort Berghem ook bij, sociaal team Zuid en Berghem. Daarnaast werk ik op talentcentrum en daar doe ik aan participatie en ontwikkeling. Ja, nou hoor ik je zeggen talentcentrum. Hoe is het talentcentrum verbonden aan Ons Welzijn? Wij zijn een onderdeel van Ons Welzijn met het idee om eigenlijk andere manieren met vragen, zorgen om te gaan. En vooral mensen zelf daarin zichzelf te laten helpen en vooral ook met elkaar dingen te doen. Dus wij gaan uit van wat is iemand zijn talent en wat kan hij daarmee mee doen. En wij geven de ruimte om iemand zijn talent te laten ontdekken of om te delen met iemand anders of om iets aan te leren. Ja, nu zijn er vast heel veel mensen die een talent hebben. Kan iedereen zeggen van ik kom naar talentcentrum en... ik kan iemand anders helpen met mijn tijd. Ja, we zijn er echt voor iedereen en we hopen ook echt vooral. Dus we zijn niet alleen zeg maar voor mensen die even niet meer zien zitten. Dat is natuurlijk ook een doelgroep. Maar bijvoorbeeld iemand is met pensioen of iemand is even een tijdje werkloos. Of iemand die vindt het gewoon leuk om iets te doen wat hij of zij heel goed kan. Ja. Dus die zijn allemaal van harte welkom bij ons. Dus het is ook zeker niet inkomensafhankelijk? Nee. Iedereen kan daar terecht. Iedereen is welkom, ja. En op wie draait het talentcentrum eigenlijk? Wie beheert dat? Nou, het wordt dus zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Maar mensen van Ons Welzijn, die ondersteunen het. We zijn daar met 4 personen en we hebben allemaal een tijdelijke baan. Dus alles bij elkaar is het zeg maar 1 volledige baan. Ja, iets meer. We krijgen ook al ondersteuning van Ons Welzijn. Dus administratieve ondersteuning en het schoonmaken en zo. Maar het is vooral ook de bedoeling dat vrijwilligers het zelf draaien. En als een vrijwilliger een goed plan heeft en hij of zij doet iets bij ons, krijgt hij of zij een sleutel. Ja. En kan gewoon zeg maar geheel zelfstandig haar of zijn gang gaan. Oké. En wat wordt er nu al zo georganiseerd? Het wordt altijd georganiseerd door mensen zelf. Hè. Wij mogen niet zeggen van, oh, dit is een leuk idee. Dan ga ik helemaal ontwikkelen en dan ga ik er mensen bij zoeken. Dus mensen komen zelf met de ideeën en we werken vraaggericht. We hebben taalondersteuning voor mensen die bijvoorbeeld de taal nog iets beter willen leren. Er zijn natuurlijk altijd mensen uit andere landen. Hmm. Of die bijvoorbeeld de opleiding in zijn geheel te duur vinden. Of nou ja, er zijn verschillende redenen. Dus we zijn geen echte taalopleiding, maar we ondersteunen. We hebben een open atelier. En in dat open atelier zijn ook verschillende activiteiten en daarin zijn mensen ook altijd welkom. Dus er is geen cursus, maar je kan wel op maandag, dinsdag hebben we textiel, woensdag tekenen, schilderen, donderdag meer knutselen en andere dingen, op vrijdag is er ook weer schilderen. Mensen kunnen daar gewoon vrij naar binnen lopen. Ze hoeven niks te betalen, ze kunnen ook een weekje niet komen, ze kunnen de ene week om 9 uur beginnen, de andere week om 10 uur, maakt niet uit. Ja. En nou komt er iemand en die zegt, nou goed, ik bezit een bepaald talent, ik wil daar graag iets mee doen. Mm-hmm. Verwachten jullie iets van diegene terug of moet iemand altijd iets terug doen, zeg maar? Nee, dat hoeft niet altijd, want dat kan ook niet altijd. Maar het is wel leuk, vinden we. Dus alle dingen, alle activiteiten zijn gratis, behalve de eetactiviteiten, daar zal ik zo nog iets over vertellen. En het is wel... heel erg fijn, dat is ons doel, dat mensen dan wel elkaar gaan opzoeken en dat de een iets voor de ander betekent. Ja. En de vrijwilliger zelf hoeft ook helemaal niet zeg maar alleen maar te geven, die kan ook iets terugkrijgen. Dus jij vindt het natuurlijk hartstikke leuk bijvoorbeeld om taal te geven, maar bent heel slecht in kleren verstellen. Dus nou, daar kan iemand jou dan mee helpen. Ja, dat is eigenlijk heel mooi, want het is een beetje dan geven en nemen. En ja. Inderdaad, iedereen kan wel wat. Ja. Is het laagdrempelig? Want ik kan me voorstellen dat het voor mensen best wel moeilijk is om ergens alleen naar binnen te gaan. Vooral omdat je misschien de taal niet spreekt of toch denkt, nou ja, misschien kan ik wel niks. Hè. Sommige mensen die denken dan misschien. Hoe kun je mensen dan toch over de streep trekken om naar binnen te gaan? Ja.
Ja, dat is ook wel eens lastig hoor. Maar we zijn, ja, laagdrempelig kan het bijna niet. Want je hoeft eigenlijk niks te willen, niks te kunnen. We hebben een grote huiskamer. Mensen komen binnen en die kunnen gewoon naar aanschuiven. Kopje koffie, krantje lezen. Ze kunnen ook komen dat ze met een sociaal werker meekomen. Want mensen die bij ons komen zeggen dan heel vaak... Ja, het is zo leuk hier. En waarom staat dat niet in de krant dat er nog meer mensen komen? Er komen trouwens best wel voldoende mensen hoor, maar... Ja. Maar toch, maar het is juist de bedoeling, want anders dan, het is natuurlijk wel een voorziening die door iemand anders betaald wordt, dat we daar mensen mee helpen. En het is ook echt, soms mensen die niet durven, die komen met iemand vanuit de andere sociale teams. Of vanuit werk en inkomen van de gemeente, want participatie, dat is tegenwoordig het trefwoord. En ja, zij doen daar volop in mee. En worden door andere instellingen gebracht. Ja, ja, komen eigenlijk overal vandaan. En mensen bieden zich ook aan. Ja, ja. En merken jullie wel dat het vaak dezelfde mensen zijn die komen? Of, Nee, want dat willen we eigenlijk ook niet. Nee. Nee, we hebben bijvoorbeeld een vrijwilliger, die heeft een bepaalde opleiding. Is vooral in die crisistijd even zonder werk geraakt. We werken met de gemeente samen, zodat hij of zij een opleiding kan doen om bijvoorbeeld weer een vervolgstap te maken en te gaan werken. Of doen ze bij ons zoveel ervaring op, die zeggen, nou weet ik wat ik wil, want ik heb hier de tijd gehad om hier te groeien. Dat zeggen altijd heel veel mensen die bij ons komen. Ja. Vind ik altijd heel erg leuk. Ja. Ja, je kunt natuurlijk ook inderdaad van elkaar leren. Ja, precies. Ja, en het is natuurlijk ook voor sommige mensen ook wel eens lastig, bij welke instantie moet je terecht? Er zijn natuurlijk heel veel instanties in ons. Ja. En ja, als mensen elkaar zo kunnen helpen, dat is natuurlijk wel heel mooi. En net als bijvoorbeeld, je hebt ook nog volgens mij bij jullie de ruilwinkel zitten en de kledingbank. Is daar ook allemaal een onderdeel van of staat er helemaal los van? Nee, dat staat er echt los van. De ruilwinkel is wel via ons welzijn begonnen. En we hebben hun ondersteund in een projectplan te schrijven en om ze zelfstandig te laten functioneren. Want dat is ons doel. Ja. En nu zitten ze zeg maar naast ons. Hè. Je hebt ons welzijn, het Anton Jurgenshuis. Daarnaast zit de ruilwinkel. Dat was vroeger een heel oud kleuterschooltje. En wij zitten weer daarnaast. Dus ook een oude school. En wij zitten naast de kledingbank. Maar de kledingbank, die werken zelfstandig. Ja. Ja. En bijvoorbeeld... waar mensen ook wel eens tegenaan lopen, hè, dat ze niet weten bijvoorbeeld bij welke instanties ze terecht moeten. Kunnen ze dan bijvoorbeeld ook naar het talentcentrum komen voor hulp? Ja, sowieso. Ja, kunnen ze, ja, je kan eerst bij ons welzijn terecht en we kunnen hen daarin ondersteunen. Dat doen we natuurlijk ook terwijl mensen er zijn, want het gaat heel ongedwongen. Is het, tussen de middag bijvoorbeeld, dan zit je met elkaar aan tafel. We doen echt altijd heel veel dingen samen. We hebben ook geen aparte ruimte zeg maar, voor personeel. Iedereen is gelijk. Daar gaan we vanuit. En als je dan bespreek je gewoon iets. En dat is echt zo mooi. En dan kan ik niet met woorden vertellen wat er allemaal gebeurt. Omdat mensen bijvoorbeeld, iemand is ziek en dan gaat iemand anders met die persoon naar het ziekenhuis. Die zegt, oh, ik breng jou morgen wel. Dat gebeurt ook. Ja, en dan een paar maanden later zie je weer dat het andersom is, dat de een weer hulp nog heeft, dat de ander zegt, oh, maar je hebt toen voor mij gezorgd, ik ga dat voor jou doen. Ja. Gebeurt echt heel veel. Ja. Ja. Er is zelfs ons eerste, we hebben een eettafel, een buurttafel, dat is echt een heel mooi initiatief. Daar wordt echt met heel veel mensen elke week samen gekookt en gegeten. Er komen allerlei soorten mensen, zitten er ook in één groep. En dat waren dus ook ooit twee singles en die hebben elkaar zeg maar via de buurttafel ontmoet en dat is nu een stelletje. Dat vind ik wel te grappig om te vertellen. Maar er gebeuren echt heel veel dingen dat ik als ik in de stad, als er iets is, dat je dan mensen ziet die, die elkaar bij het talentcentrum ontmoet hebben en dan samen gaan winkelen of iets gaan bezoeken of zo. Ja. Dat is echt heel erg leuk. Want ik heb ook even op jullie Facebookpagina gekeken en er stond ook in met kerst, dacht ik, dat er echt ook een heel kerstdiner gemaakt werd. Ja. Ja. En dan wordt dan echt door de mensen zelf wordt dat gemaakt? Ja, dan zou je kijken, als je ons welzijn een instelling, en je vraagt een personeel, nou komen jullie met kerst eten verzorgen of gaat het organiseren, dan is dat lastig. Maar nu zijn er echt spontane acties, eigenlijk al een aantal jaren, die zeggen gewoon, ja, maar ik heb niemand met kerstmis of zo. Hè. Of op eerste kerstdag, eerste paasdag, hebben zij een heel diner verzorgd. Kost dan wel een hele kleine bijdrage. Ja. Maar daar hebben ze ook echt heel luxe voor gegeten. En hartstikke veel plezier hadden ze. Ja, dat is echt heel erg leuk. En er werden ook, ik zag, lunches verzorgd. Dan kun je daar ook gaan lunchen. Ja, er is sowieso elke week zijn er ook eetmomenten. Op maandag is er een lunch. Echt een...
ja, een gezonde, gezonde maaltijd. Ja. En, ja, en dat is echt, want dat is echt broodje lunch. Dan denk je echt van, nou ja, dat is alleen maar een broodje of zo. Maar nee, het is echt een volledige maaltijd eigenlijk. Voor iemand die echt wat heel veel weet van voedseltechniek. Ja. Maar die heel erg geïnteresseerd is ook in natuurvoeding en in biologische voeding en zo. Dus het is ook heel erg gezond en verantwoord. Ja. Maar we zijn ook andere momenten hoor, dat mensen met elkaar komen. Bijvoorbeeld, er is ook een instelling in Os. En die komen met hun mensen één keer in de maand op maandagavond voor ons gezamenlijk eten koken en, en de ruimte gebruiken. Ja. Ja. Nu zijn de laatste tijd ook behoorlijk wat statushouders geplaatst in Os. Merken jullie dat zij de weg ook weten te vinden? Ja, want wij werken ook samen met de gemeente. In de gemeente Os, dat is verplicht. Het is een landelijke wet dat iedereen een participatieverklaring moet ondertekenen. Uh-huh. En dan vond de gemeente Os een beetje te mager. Dus hebben ze daar eigenlijk een soort van plan aan gekoppeld dat er 6 bijeenkomsten zijn. En een van die 6 bijeenkomsten, dat is naar ons toe. Er worden ook andere dingen uitgelegd. Er is tolk bij. Ja. En statushouders krijgen zo echt een heel goed beeld van wat er in Os leeft. Ze gaan een keer naar een sporthal. Ze gaan naar bedrijven. Dus ze maken echt kennis met de Osse samenleving, maar ook waar ze in de toekomst zelf of ja, waar ze zelf aan moeten gaan werken. Ja. Ja. En ja, en die mensen, ja, we waren vroeger een vrouwencentrum, dus we hebben al een beetje toch wel de traditie dat mensen ook de weg weten te vinden. Dus zitten toevallig in dezelfde locatie. En ja, mensen vinden ons. We hebben nu op dit moment hebben we een op het textielatelier zit op dinsdag een. Een Syrische kleermaker. Ach, dus ja. Die helpt de vrouwen met kleding maken. Ja, ja. Ja, maar kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld met koken, hè, dan leert ja, ook, maar, andere landen te koken. Ja, maar het is niet een. Iedereen is er, maar het is niet per se alleen op andere culturen gericht. Nee, het is echt ook juist echt voor. Ja, het is gewoon voor de Osse bevolking. Ja, dus iedereen die daar woont, daar is het voor. Ja. En met Osse bevolking bedoel ik echt groot Oswee. Ja, ja, want anders denken heel vaak mensen buiten Os, het is echt voor de stad Os. Nee, het is echt voor iedereen. Alleen ja, kijk, als je uit Ravenstein of het Lid komt, dan wordt dat wat lastiger. Maar er zijn heel veel initiatieven die eigenlijk uit het talentcentrum, zeg maar, ook in de dorpen zijn ontstaan. Die zeggen dan van, in Geffen, mensen hebben gewoon daar bij elkaar een huiskamer geopend waar ook activiteiten zijn. Ja. Oké, en die organiseren het daar gewoon. Ja, en in Berchem, dus niet helemaal één op één vergelijkbaar, maar jullie hebben de zorgcoöperatie, hè? Daar lijkt er ook een beetje op. Ja, ja. Dus dat kan ook. Dan is het niet op het talentcentrum zelf, maar dan gebeurt het in is de dorpskernen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een idee dan. Ja. Maar ja, hoe jij het zo vertelt, dan is het echt dus voor iedereen toegankelijk, van jong tot oud, van iemand met een laag inkomen tot mensen met een hoog inkomen, iedereen die iets kan bieden eigenlijk, die kan er terecht. Ja, ja, die kan iets geven en nemen. Ja, ja. Ja, nou dat is toch wel een. Ja, want zou je het alleen voor mensen doen met lage inkomens, dat is natuurlijk wel een discussie. Ja. Dan heb je allemaal ook mensen met problemen of met dezelfde situatie. Ja, dat hoeft niet per se, want de lage inkomen, ja, daar hebben dat uiteindelijk de meeste mensen, toch? Maar we vinden het juist belangrijk dat mensen ook echt met elkaar leren kennismaken. Juist, en daarom ook die diverse culturen, dat is gewoon alleen maar goed. En ja, en diverse hulp denk ik dan ook. Ja, hè? Precies. Iedereen ja. Heeft een ander iets waar die heel goed is en is. Ja, en precies. Dat is het mooie ervan. Ja. Kijk, iemand die bijvoorbeeld net begint, of die niet zo hoog opgeleid is, die vindt een cv maken heel erg moeilijk. Terwijl iemand anders daar zijn hand niet voor omdraait. Ja. En zo gaat het met heel veel dingen. Hè. Die vindt het een makkie om in de tuin te werken. We hebben ook buiten stadstuinen. We doen mee met de stadse boeren in Os. Okay. En er zijn andere tuintjes die onderhouden moeten worden. Ja. En die tuin, maar liggen die tuinen achter het talentcentrum? Nee, die liggen ervoor. Oh, ervoor. Ja, het is ook niet zo heel erg groot. Maar het is echt een heel fijn plekje. Want als de zon schijnt en het ligt lekker zomaar in de zon uit de wind. Ja. Ja, komen veel mensen ook met elkaar. Toch lekker bezig dan. Ja, ja, precies. Ja. En het wordt ook schoongemaakt. En dan komen ook mensen bijvoorbeeld van het Ferryhuis. Die komen in de zomerdag, ligt eraan, want ze gaan ook na een korte tijd weer weg. Mm-hmm. Maar afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld een man gehad, die ging buiten de tuin de stoep helemaal schoonschrobben. En tussen de steentjes onkruid weghalen. Ja. Vond hij gewoon fijn om te doen. Ja, had hij ook aanspraak. En, Maar je bent natuurlijk en lekker bezig en je ontmoet veel mensen daar dan. Ja.
Je leert mensen kennen, ja. Je kan je praatje doen, je kan je verhaal kwijt. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. 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 Nou, een hele mooie verhaal in ieder geval erover verteld. Er gebeurt heel veel op het talentcentrum. Ja. Ja. Dus blij dat het er is en dat er in ieder geval heel veel mensen werken. Hè. Ook allemaal vrijwilligers dan natuurlijk. En ook, ja, het is ook vooral, bijvoorbeeld, kijk, als mensen elkaar helpen, dan voorkom je ook die eerste lijns zorg, hè, die je in hulp moet vragen. En als iemand al problemen heeft, bijvoorbeeld je bent depressief, ja, dan is het moeilijk om eruit te gaan. Maar soms wil het toch wel helpen dat je, ja, dat je ergens bent, ja. Waar andere mensen jou snappen en jou begrijpen. En er zijn ook verschillende instellingen, die komen ook bij ons, want die zijn ook op zoek, zeg maar, naar hun mensen. En nou, dus die bieden ook een helpende hand. Ja. Ja, het zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen die er ook rondlopen. Ja, bijvoorbeeld we hebben van voor en door. En zeg ik het nou verkeerd? Door en voor en door. Door het is al zo erg als... Ja, ja. Door en voor. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. En die... Die dat is zo fijn, want die begrijpen gewoon, dat is ook zo, hè, als jij zelf ook iets herkent, en dan spreek je mensen ook veel makkelijker aan. Ja. En, ik denk dat je het inderdaad misschien ook anders kunt benaderen, als je zelf natuurlijk inderdaad, het woord zegt al, ervaring ergens in hebt, dan kun je er misschien toch net iets beter begrijpen en iets anders mee omgaan. Ja. En die ervaringen, ja, die is natuurlijk mooi die je dan kunt delen. Ja, klopt, ja. Dan gaat het om ervaringen delen, veilig plekje hebben. Ja, ja. Ja, heel belangrijk. Nou, er gebeurt heel veel in het talentcentrum. Heel mooi om te horen. Fijn dat je in ieder geval erover wilde vertellen. Ja, ik wil er heel graag over vertellen. Vind ik altijd leuk. Ja, ja. En hopelijk dat er veel mensen nu al de weg weten te vinden naar het talentcentrum. Er komen nu ongeveer 400 mensen per week. Veel, toch? Ja. Tenminste, ja, ik snap eigenlijk ook nooit waar ze vandaan komen. Ik vind het al nooit, maar als wij het vertellen, want we moeten wel wat registreren. Ja, ja. Dan is het toch wel behoorlijk. Ja. Weet je toch de weg inmiddels. Maar ik zou het ook echt heel graag willen. Het ligt op de Berchemseweg. En ik merk ook wel eens in de sociale teams dat mensen uit Berchem toch nog iets hogere drempel voelen dan mensen uit Os. Dus ik zou ook echt graag de mensen uit Berchem het verzoek willen doen. Kom naar het talentcentrum. Ja. Zo weer terug in Berchem als het niet bevalt. Nou, u weet inderdaad, hè, na deze uitzending. In ieder geval doen we deze oproep. Dat hoop ik. Ja. En in ieder geval bedankt voor je komst. Graag gedaan. En jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Wij zijn verder nog te vinden op www.tv-berchem.nl en het YouTube-kanaal.